Dag allemaal, hier bij de bespreking van Vergilius Genees, boek 7, vers 25 tot met 29, 30 een beetje. Waar zijn we? We zijn net voorbij Ayaya gevaren, het eiland van Kirke. En nou, het is verteld dat de vuren gezien werden op dat eiland. Dus hebben de hele nacht zijn ze aan het varen, met de wind, wordt ook gezegd. En dan krijgen we opeens een tijdversnelling, want dan is het opeens is het ochtend. Lees maar mee. Jam kurubeske bat radiis maret aitera balto aurorin roseis fulge bat lutia bigis cum et cetera. En reeds werd de zee rood, rubeske bat mare, werd de zee rood, radiis, door de stralen. Van de zon, uiteraard. En dit is een imperfectum. En dat is een situatie. De zee was rood aan het worden. Hij kleurde rood. En reeds dus. Fulgebat schitterde, zullen we zeggen. Fulgere, schitterde de aurora, de dageraad. Ab alto aetere, vanaf de hoge hemel. Aeter, Grieks leenwoord. En die schitterde goudgeel, lutea, in roseis bigis, in gouden tweespan. Een tweespan is een wagen met twee paarden ervoor. Meestal wordt toegekend aan niemand minder dan de zonnegod. En uiteraard heeft de zonnegod heel veel met aurora te maken. Maar eigenlijk is aurora de roze-rode kleur die de hemel krijgt als de zon daarop komt. Opkomt, hè? Dus de dageraad, zeg maar. Niet de zon zelf. Maar die worden een beetje door elkaar gemengd hier, want er wordt gezegd dat die dageraad lutea goudgeel is, terwijl ik dat toch meer voorstel bij de zon. En dat de tweespan, wat ik dan associeer met de zon, dat die roze-rood is, roseïs. Roze-achtig, of roze-achtig. Rosa is een roos, een bloem. En roze is de kleur van zo'n rode roos. Roseus. Dus dat wordt een beetje door elkaar gegooid hier met die kleuren. Dat is wel interessant. Sowieso is het een hele, een hele interessante poëtische beschrijving, hè, van een moment van de dag. Je kan ook zeggen van het werd ochtend. Maar dat is geen poëzie. Hè, je moet het mooi omschrijven. Hij heeft het over de kleur van de zee, hij heeft het over de aurora, hij heeft het over een tweespan. Dat is een beetje uiteraard een beetje een metafoor is, of een religieuze connotatie van die zon. Dus dat doet hij heel mooi hier. En dan krijg je wat er dan eigenlijk gebeurde op het moment dat deze twee imperfectum zaken aan de gang waren. Namelijk, cum venti posuer omnis quae repentere sedit flatus et in lento luctantur marmor tonsai. Toen de winden posueren, eigenlijk neerlegden, hier een beetje reflexief bedoeld, zich neerlegden. Dit is een verkorte vorm overigens van posuerunt. Gewoon perfectum van poneren. Dus zich neerlegden. Dus gingen liggen. En omnis flatus. En al het waaien. Elke zuchtje wind, zal maar zeggen. Repente. Plotseling. Recedit. Considere is gaan zitten. Recedere is weer gaan zitten. Hier is ook weer iets als afnam of ging liggen of verdween of tot rust kwam of iets dergelijks. Gaan liggen, bedaren staat in het boek inderdaad. Dus een beetje tautologisch neergezet hier, dus de wind ging liggen en al het waaien ging liggen. Dus het is eigenlijk, of ging zitten bij wijze van spreken, dus een beetje dubbelop. Met een anjam en jam en nog eens een keer dat flatus op de eerste eerste punt van de nieuwe regel staat. Dus dat is wel interessant. In imperfectum, posueren en recedit, want dat is een gebeurtenis. Hier imperfectum is achtergrondinformatie. En dan komt er een presens, die het dan nog wat levendiger maakt. En de roeiriemen, de tonsai, luctanturen deponens, worstelen, dat er letterlijk, in lento marmora. Heel letterlijk dus in het langzame, in het trage beter nog, in het trage marmer. Heel merkwaardig zinnetje eigenlijk, hè. De roeiriemen worstelen in het trage marmer.
Nou, dat de roeimriemen, snappen we wel, dat is letterlijk worstelen, een beetje metaforisch bedoeld natuurlijk, want die worstelen niet letterlijk, maar die, ja, die komen met moeite door dat water heen. Die worstelen zich als het ware door het water, zou wij dat kunnen zeggen. Dat is metaforisch bedoeld, een beetje. Wat dan nog van dat marmer? Hoezo is het? Je vaart toch niet op steen? Nou, het lijkt wel steen, aangezien de zee nu spiegelglad is, aangezien elk zuchtje wind ontbreekt. En die gladheid van die steen, dat is het punt van vergelijking van deze metafoor. Hè? Je zegt, in het trage marmer, nee, op de trage zee, die lijkt op marmer, omdat ze zo glad is. Dus het origineel is zee, een gladde zee, mag ik gewoon zee. Het beeld is marmer en het punt van vergelijking is de gladheid ervan. Maar het tweede punt van vergelijking is misschien ook wel de hardheid van marmer. En als je daarin gaat roeien, hè, ja, dan nogal logisch dat je nou nauwelijks vooruit komt, want je zit je roeiriem helemaal vast. Nou goed, zo zwaar is de zee uiteraard niet, maar het is natuurlijk zwaar om te roeien. Dus dat is ook weer, wordt ook weer gegeven met het worstelen. Het is heel mooi gedaan en bovendien komt dat natuurlijk in die dubbel L, die lento luctantur, die alliteratie, geeft er nog extra kracht aan dit mooie beeld. Je weet nog, zo'n boot heeft zeilen, maar goed, als de wind gaat liggen heb je altijd nog je roeiriemen, waar wij dan ons motortje hebben. Dan nog een zinnetje. Ad quic aeneas in gentex aequore lucum prospicit. Dan gebeurt er iets. En hier, je kan nu zeggen van plaats, of even wel nog van moment nog beter, en op dit moment ziet Presens expres, om het levendig te houden, Aeneas een enorm, vanaf de zee, woud. Het is een enorm woud. Een lucum, ja, of het ook wel een heilig woud. Maar ja, het is hier niet per se, ja, ik weet niet of het echt heilig is. Dat staat er in ieder geval. Een groot, dicht woud. Dat ziet hij dus ex, vanaf hier, ex, aequore. Aequor betekent, komt ook van het woordje aequus, wat vlak betekent. Aequor is een vlakte, dus het heet over de zeevlakte. Gaat het over. Dan kunnen we zeggen vanaf de vlakte, wordt heel vaak daar gebruikt voor de zee. En die zegt vlak, want het waait niet. En vanaf daar ziet hij een woud. En wat er in dat woud dan te zien is, dat bespreek ik in het volgende filmpje. Maar niet eerder dan dat ik even gezegd heb dat je hier natuurlijk maakt met een enjambement. Dat lijkt me logisch. Maar ook als je hoort dat de scansie hier benadrukt dit belangrijke moment. Ad qui caeneas in gentex aequore lucum. Allemaal lange lettergrepen, hè? Behalve dan hier natuurlijk. Dus dat zegt genoeg. Ik zie jullie hopelijk in het volgende filmpje. Tot dan.